Ik ben Gert Wessels, ontwerper, kunstenaar. Ik maak objecten die heel sculpturaal zijn, vaak een functie hebben, speels, kleurrijk. Ik maak een soort van mijn eigen wereld. Ik was echt zo'n 16-jarige stoner, altijd bezig met graffiti. En dat is eigenlijk ontwikkeld in tekenen. Dus dan de logische stap, als je dan een soort van geen idee hebt als stoner puber wat je wil doen met je leven. En je bent dat aan het doen, is dat je dan illustratie gaat studeren. Zo geschieden, dus toen ben ik naar de HKU gegaan. Toen heb ik illustratie gestudeerd eerst. Maar daar was ik eigenlijk alleen machines aan het maken en installaties. Toen dacht ik, ja, nee, ik ben helemaal niet aan het tekenen, wat doe ik hier? Dus toen ben ik overgestapt naar fine art. En ik dacht, ja, maar ik wil ook gewoon een kastje kunnen maken. Dus toen ben ik weer overgestapt naar productdesign. En daar kwam ik eigenlijk achter dat je in één keer alles kan maken. En toen ben ik eigenlijk langzaam begonnen met het vervaardigen van objecten. Wat mij inspireert, de natuur. En onze relatie tot de natuur. Maar ook de digitale cultuur. Dus hoe dat in één keer er is en een soort van stempel drukt op iets. En het is eigenlijk ook een wereld die zo niet tastbaar is, maar wel heel erg bepalend. Dus ik noem dat zelf altijd van het organische en het artificiële. Het artificiële is dan meer zo dat en het organische is meer een soort van alles wat kronkelt. Ja, dat probeer ik dan te vangen in mijn werk. Ik was nog aan het afstuderen en toen wou ik heel graag een atelier. Ja, ik kende Jonathan nog. Ik zag dat hij hiermee bezig was. En een paar dagen later zat ik hier met Daan en Jonathan in een soort systeemplafond kantoortje, wat nu het café is. Met bibberende handjes een huurcontract getekend, wat ik heel veel geld vond en heel spannend. Voor een niet bestaand atelier, want die moest ik nog zelf bouwen. Gewoon dat is ondertussen alweer 6-7 jaar geleden. En nu zijn we eigenlijk een soort van hier met een hele community. Wat ik heel fijn vind aan de community op de Nijver is dat we dus met alle disciplines door elkaar heen zitten. Dat werkt voor mij heel goed, omdat je dus als je het hebt over je werk eigenlijk alle perspectieven binnen het hele veld voorhanden hebt. En dat maakt denk ik de plek heel bijzonder. Ja, plus dat je gewoon op donderdagavond even kan zitten nog. Toen ik begon met het project waar ik nu al dus 6-7 jaar werk, Roze Zaker, wat roze object betekent, is dat ik een set aan regels heb bedacht. Namelijk, het moet roze zijn, het moet een functie hebben en het mag geen rechte lijnen hebben. En dat was gewoon de set aan regels die voor mij werkte. Want als alles kan, gebeurt er vaak niet zoveel. En nou, de voorbeelden daarvan zijn dus de bar bij Kabul die we zo gaan zien, of mijn stopcontacten. Maar eigenlijk met dit kader kan ik een soort van alles doen. Alle mijn objecten hebben een nummer. Dus we zijn ooit begonnen bij Roodzaker object nummer 1. En we zijn nu bij Roodzaker object nummer 90 of zo. Want ik denk, en we werken hier veel met piepschuim. Tweedehands. Dat als jij namelijk een object gaat maken uit piepschuim, dat het materiaal natuurlijk heel erg een eigen wil heeft. Maar ik denk wel dat door het te doen het ontstaat. Dus het is heel erg zo hands-on. Dus niet dat ik eerst een idee helemaal uitdenk, of een concept bedenk of een schets maak, maar we beginnen gewoon. En daar ontstaat het uit. Dus we laten ons hier, het is eigenlijk een dialoog met het materiaal. Ja, ik denk dat 8 van de 10 dingen die wij hier maken ook nooit de deur uitkomen omdat het gewoon mislukt of zo. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat frutselen en dat kloten. Weet je wel, juist daar zo in die tussenruimte, daar ontstaan denk ik de interessantste dingen.